Collega's, ministers. Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolores Bassa, Jordi Pixar. Collega's, al deze mensen zijn volksvertegenwoordigers zoals u en ik. Ze zitten nu al meer dan een jaar in Spaanse gevangenissen, in voorrechtenis, omwille van het verkondigen van hun politieke mening. Ze wachten trouwens nog altijd op een proces. In plaats daarvan zullen zij voor het tweede jaar op rij, niet samen met hun gezin en hun kinderen aan de kersttafel zitten. Geen kerst thuis, maar wel in de gevangenis. Collega's, vanuit mijn verontwaardiging en bezorgdheid over mensenrechten, vrije meningsuiting en democratie, en omwille van het totale stilzwijgen van Europa, wil ik mijn spreektijd vandaag volledig aan hen opdragen. En de bedoeling daarbij is dat ik hen kan laten zien dat er nog andere collega's in de wereld zijn die hen toch steunen. Ik wil hen steunen en aan jullie collega's ook vragen om dit samen met mij te doen. Door de rest van mijn spreektijd in stilte aan de politieke gevangenen en hun gezinnen te denken om ze zo te steunen. Dank u wel, collega's. Dank u wel. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.